And if you had it, would you flaunt it? It's true. Feeling so tonight, I'm flowing, soaring to you. It's a fire burn within your hold it, now it's yours. If you feel it in yourself, I know the light of you. Ik ben 14 jaar oud. Ik vind Haarlem gewoon een hele leuke stad, omdat je veel, ik heb hier veel vrienden en je kan er altijd wel leuke dingen doen. Je hebt leuke activiteiten en ja, er is altijd wel wat te doen en te zien. Ik heb jullie meegenomen naar Juffrouw Zonder Zorgen, omdat het een heel leuk cafeetje is waar je lekker met je vriendinnen kan zitten en altijd wat eten en drinken. En het is hier altijd wel gezellig. Als ik naar Juffrouw Zonder Zorgen ga, dan bestel ik meestal wel een stuk taart. Ik probeer ja, af en toe wel verschillende te nemen, maar ik vind de witte chocoladetaart en appeltaart vind ik wel erg lekker. Nou, ik vind het hier zo speciaal omdat het allemaal biologisch is. Je kan buiten zitten op het terras of het hofje. En ja, het is altijd wel een gezellige sfeer. Juffrouw Zonder Zorgen is ons favoriete plek. Ja, omdat je hier altijd wel lekker kan eten en met je vriendinnen kletsen en wat drinken erbij. Het is altijd wel gezellig. Ik heb jullie meegenomen naar Reefort Ladies omdat ik het ik vind een hele leuke winkel met allemaal surfkleding en ik surf best wel veel en ze hebben leuke bikinis en allemaal leuke kleren. Als je bij surf heb je natuurlijk al een andere kledingstijl. Je hebt bijvoorbeeld zo'n lange zwembroek, dat is dan altijd wel lekker om in te surfen en ik heb daar meestal gewoon een bikini onder. Ik ben naar de Kinky Kappers omdat ik vind dat ze hier heel erg goed je haar doen. Ik ga mijn lok meestal bij laagjes erin zetten. Ja, en een beetje gewoon van de midden trekken en af en toe stijlen. Bij de Kinky Kappers heb je dan ook wel altijd dat ze altijd zijn van de laatste trends. Want het ziet er wel altijd goed uit. Mijn haar is best wel belangrijk voor me omdat ik er altijd toch wel goed uit wil zien. Net zoals dat mijn kleding ook wel belangrijk voor me is. Ik ben nu haar aan het stijlen. Ze heeft normaal een beetje slag erin. Met stijltaal maak je het gewoon helemaal stijl. Zodat er gewoon helemaal geen bochtjes of raar dingetjes meer in zitten. En dat eigenlijk het haar van haar nog langer lijkt dan dat het al is. Ja, het staat mooi. En we gaan ook heel graag naar de McDonald's.